Met wat voor vragen loop je rond? Heel praktisch gezien, hoe datgene wat ik in de Bijbel lees over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, het feit dat de zachtmoedigen de aarde zullen erven, hoe dat in hemelsnaam vorm moet krijgen in de komende tijd. Toch? Ja. He? Want ja. Ik hecht daar heel erg aan. He? Alles wat nu tussen wal en schip valt, of dat nou de daklozen zijn, of de vluchtelingen die ze dan maar ergens in Griekenland of Italië dumpen. En laat ze daar maar zitten, want dan hebben we er geen hinder van. Dat zijn uiteindelijk de mensen aan wie de aarde wordt geschonken. De nieuwe aarde. De mensen die nu tussen de wal en het schip vallen. Wat krijgen zij dan? Gerechtigheid. Dat wat ze nu is afgenomen, wat ze nu ontberen. Alles wat gebroken is in hun leven, hun thuis, hun familiebanden, hun waardigheid. Dat zal allemaal, dat zie ik wel voor me. Hoe weet ik niet, maar dat zal terugkomen. Daar zie ik erg naar uit. Maar ja, als je ziet hoe het er nu voor staat, dan denk je, ja, hoe in vredesnaam. Ja. Ja.